De stelling waarover Wilders en Cohen vandaag in discussie willen is daarom: de islam in Nederland moet een hand worden toegeroepen. Op de stip Job Cohen en Geert Wilders. Meneer Wilders, u mag beginnen. De stelling is juist, want meer islam betekent minder vrijheid en minder tolerantie. Vrouwen die worden lastiggevallen en onderdrukt. Homoseksuelen die worden uitgescholden en in elkaar geslagen. Hele wijken in zoveel steden in Nederland die worden geterroriseerd door Marokkaanse criminelen. En het wordt alleen maar erger, want de massa-immigratie gaat maar door. Het is, zoals Pim Fortuyn zei, de import van een achterlijke cultuur. En waarom blijven we dat doen? Waarom? Heel veel Nederlanders durven die vraag niet meer hardop te stellen door mensen zoals u, meneer Cohen, omdat u ze betitelt als dom, als racistisch of als een gevaar voor de rechtsstaat. Maar u bent degene die buigt voor de islam. Ik zal dat nooit doen. Ik zal altijd met rechte rug, met trots en met opgeheven hoofd opkomen voor al die mensen die willen dat onze cultuur en ons land blijft zoals het is. U heeft al eerder gezegd dat ik en daarmee mijn partij een gevaar is voor de rechtsstaat. U heeft daarmee honderdduizenden Nederlanders beledigd. En laat ik u eens zeggen, meneer Cohen, wat een gevaar voor de rechtsstaat is. Een gevaar voor de rechtsstaat is als mensen uit een straat, uit een wijk worden weggejaagd, zoals in de Diamantbuurt in Amsterdam toen u burgemeester was, omdat ze worden geterroriseerd door Marokkaans tuig en de burgemeester de kant kiest van de daders en niet van de slachtoffers, maar met de daders thee gaat drinken. En een burgemeester, meneer Cohen, die niet kiest voor de slachtoffers, maar die kiest voor de daders, die met de veiligheid een loopje meent, die is een gevaar, die partij is een gevaar voor de rechtsstaat. En als u gaat doen, voor heel Nederland, wat u voor Amsterdam heeft gedaan, door een oogje dicht te knijpen voor de terreur in de steden, dat mensen de straten en de wijken en de steden gaan verlaten, meneer Cohen, dan is Nederland aan de rand van de afgrond door uw beleid. En ik vind dat u daar een ernstige inbreuk op maakt door maar net te doen alsof de islam een verwerpelijke godsdienst is. Kunnen moslims niet reageren? Ik wil hier even op reageren. Ik wil hier echt even op reageren. De heer Cohen zegt dat de islam eigenlijk niet anders is dan andere godsdiensten. En meneer Cohen, hoe kan het dan dat ik nu al bijna 6 jaar lang bij ieder publiek optreden, ook nu terwijl ik tegenover u sta, een debat moet voeren met een kogelvrij vest aan en u niet? En weet u waarom dat is, meneer Cohen? Omdat mensen die kritiek durven te hebben op de islam, die worden of vermoord of die krijgen honderden doodsbedreigingen per jaar. En de mensen die dat niet doen, de mensen die knuffelen met de islam, die kunnen van hun vrijheid genieten. En ik gun dat u. Maar denkt u daar eens over na. De islam is geen vredelievende en makkelijke religie. De islam is een totalitaire, gewelddadige, intolerante religie. Meneer Wilders, even voor de duidelijkheid. Zegt u eigenlijk, zegt u eigenlijk dat door het softe beleid van onder andere de Partij van de Arbeid dat u nu een kogelvrij vest moet dragen? Zeker niet. Maar wat ik wel zeg, dat suggereert u wel. Wat ik wel zeg is dat de heer Cohen, door net te doen alsof de islam hetzelfde is als het christendom of het jodendom, de plank volledig mislaat. Als ik of anderen in de samenleving kritiek zou hebben op het christendom of op het jodendom, dan waren wij niet met de dood bedreigd. Dan waren er geen moslims geweest die aanslagen pleegden of dat dreigen te doen. De islam, meneer Cohen, en eindelijk open uw ogen, is iets verwerpelijks. Het laatste woord is